En dat betekent dat we nog één ding moeten doen, dat is de bekendmaking van de Open Sauwelaar en de avondwinnaar. In andere volgorde natuurlijk. En dat is maar één man die dat kan doen, en dat is onze eigen Prins Bulo. Ik maak een ernstige fout. Hij mag hier wel staan, maar hij moet eerst even alle deelnemers aan de Sauwelaaravond een medaille geven. En zijn hofdames natuurlijk. Mag ik hier als eerste op het podium onze openings... Nee, eerste onze vriend Dick Vijk, want die was het eerste natuurlijk. Hij was natuurlijk niet officieel als Sauwelaar, maar hij was wel de opening. De volgende die ik naar voren roep, dat zijn onze Big Mama's, de Sisters. Ja, ze zijn wel langzaam, jongens. En Jos Ketters komt ook al gelijk mee. En vervolgens... Ja, het stroopt een beetje op. Ja, de adjudant mag geen kusjes geven, dus dat moet allemaal de prins zelf doen, hè. Ja. De Sisters. Ze hebben nog nooit zo snel klaargestaan. Ik weet niet wat het is, maar... Nou, hofdames, Jos Ketters. Ja, ja, ja. Ja. En nieuwkomer Remco Raats. Jan en Jacqueline. En dan weer voor de hofdame CV de Boer Knuppels. En vervolgens Erik van der Westerlaken. En dan de mannen die niet aangekondigd waren en toch op het podium stonden. Het bestuur van de SUK, oftewel Frank Huzon, John Vester en Henk Bos. En dan hebben we de opperstalmeester, spreekmeester moet ik zeggen, van de Boerenknuppels en Sauwelaar, Jorni van Gils. En als laatste de mannen van ZZ Top, oftewel CV Nadorst en Vriend. Echte Vriend. Ik heb in het begin van de avond gezegd een kleine 40 deelnemers. Nou, hier staan ze. En die zijn allemaal opgemaakt, gesminkt door Nicole, Carla en Robin. Keurige
die ganzenpas. En met z'n drieën hebben ze dat dus allemaal gedaan. Al die smink, al die pruiken, al die neuzen. Allemaal met z'n drieën. Ze hebben keihard moeten werken. En normaal is het Carla en Nicole, maar Robin die is de grote assistente geweest dit weekend. En ik geef nu het woord aan Prins Bulo voor de bekendmaking van de avondwinnaar en de opperzouwelaar. Ja, Jos. Wat had er nog een? Maar dat doen we niet zonder dat we ook onze eigen avondpresentator bedankt hebben. Meneer Jos van Etten! En iets wat nog niet gemeld is vanavond, maar wat zeker wel het vermelden waard is. Gisteren was het begin net iets anders. Het was een complete verrassing voor meneer Jos, want als iemand er niet van houdt om geen controle te hebben, is het onze eigen Jos van Etten. Dus er was gisteren vol aan de hand. Gisteren is onze Jos geëerd als erelid van onze eigen SUK. En dat heeft hij meer dan dubbel verdiend. Ja, dat mag je dan best iets harder doen. Want... Maak het spannend. Spannend was het. We hebben echt een aantal topacties gehad vanavond. Hele goede sauwelaars. Ik voel ziek een beetje, meer dan ik zou willen. Ik denk dat het echt heel spannend was. Ik denk ook dat het echt heel close was. Maar ik heb er maar één op staan. Eén winnaar. En die winnaar is Remco Raats. En wat hij weet, en alle mensen achter mij, maar misschien u niet, hij was het ook gisteren. Dus hij is de overall winnaar geworden. Remco, gefeliciteerd. En Remco, die mag nog even wat zeggen. Beste boshuilen, boshuilinnen. Ja, een jaar geleden ongeveer in deze zaal. Ik meen na de zaterdag had ik een paar pinten op. Toen kwam Dick Fuck. Kwam naar me toe met een blanco A4'tje en hij zei, teken even. Ja, ik teken wel. Alleen 2 minuten daarna zei hij, ja, dan moet je volgend jaar weer sauwelen. Dus ik ben aan de slag gegaan en er zijn 2 mensen die ik daar wel een beetje voor wil bedanken. Die mij daarin wel ondersteund hebben voor mij in het eerste jaar. Dat zijn Jos Schetters. Jos, dankjewel. Maar ook, ik wil ook Rogier Schetters ook bedanken voor zijn input en voor zijn steun. En dat heb ik enorm gewaardeerd. En jullie ook allemaal, dankjewel. Blijf maar even staan, Remco. Wat
Want er hoort nog één lintje bij. Eén medaille, één embleem. Een unieke. Want vanaf nu ben jij oppersauwelaar. Dan graag wil ik nog even een applausje voor iedereen die vanavond opgetreden heeft en een geweldige avond verzorgd heeft. Klinkt als een doedelzak, hè? Bosuilen, geweldig. Bedankt voor jullie muzikale ondersteuning van vanavond. En ook de mannen daarboven, JG Sound. Hartstikke bedankt voor de muzikale en lichtondersteuning. Geweldig. Dames en heren, we hebben een meer dan fantastische avond gehad. Ik hoop dat jullie allemaal nog even blijven. Gezellig nog even een biertje drinken met ons. Vergeet de shop niet. Allemaal hartstikke bedankt en tot de carnaval. En we gaan nu het Bosuilenlied zingen. Van Elsbink. Muziek en een pilske, dat doet dan goed. De navelstaden, de Nijlandenplein. Dat moet toch het platske van de Bosuil zijn. Die kent niet ons dukke, mee geen muizenboer. De meulen, de merk, de onverstoord. Mee carnaval stadig, de naai. Dat moet toch het plaatsje van de Bosuil zijn. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze Sauwelavonden in Ulfnout. En het was wat ik van mij betreft in ieder geval weer een leuk weekend. En ik hoop dat u ook genoten heeft. Het zaallicht gaat aan, de kapel die speelt nog een stukje muziek. En voor de rest is de bar open en maak het gezellig. Tot de volgende keer. Of